Ik besef natuurlijk dat in de moeilijke financiële tijden van vandaag, waarin ook de federale overheid genoodzaakt wordt om besparingsmaatregelen te treffen, er keuzes zullen moeten gemaakt worden. De vergrijzing van onze bevolking is anderzijds gekend en valt natuurlijk ook niet te negeren. En dit betekent dat er best eerder wordt gekozen voor een correcte financiering van de zware zorgbehoeften in de woonzorgcentra. En de voorbije jaren stelden we een toename van jaarlijks ongeveer 1000 plaatsen woonzorgcentra en centra voor kort verblijf vast. Dankzij de maatregelen die de voorbije jaren genomen zijn, is er tussen januari 2011 en 2012, en dus het voorbije jaar, zijn er maar liefst 1544 plaatsen bijkomend in gebruik genomen in de sector woonzorgcentra. Dus we hebben vorig jaar 1544 plaatsen, die dus een ROB-plaats zijn, en voor alle duidelijkheid, bijkomend in gebruik zien nemen. Voor nieuwe voorzieningen en uitbreiding van voorzieningen is die RWT-financiering, die dus bovenop het ROB-verhaal komt, u heeft dat juist goed uitgeanalyseerd, is die wel dringend en belangrijk om dat inderdaad een kwaliteitsvolle en financiële toegankelijke zorg te kunnen garanderen. Maar, zoals ik nog eens gezegd heb, dat zijn pakketten die in het kader van die protocollen aan de orde zijn geweest. En zoals gezegd zijn alle RVT-statuten waarover we in het protocol gesproken hebben ondertussen toegekend en kan Vlaanderen dus uiteraard op dit ogenblik ook geen nieuwe RVT-statuten toekennen. Dat is een kwestie die uiteraard in eerste instantie in het RISIF moet beantwoord worden. Nu, wat de stelling van de woordvoerder van mevrouw Onkelings betreft, zoals verwoord door die woordvoerder in een artikel in het laatste nieuws van 22 februari 2012, moet ik toch even mijn verwondering uitdrukken over de foutieve weergave. En ik kan het eerlijk gezegd nog wel een stuk begrijpen, gelet op de complexiteit van de materie. En dus even voor alle duidelijkheid. Vlaanderen hield en houdt zich aan de programmatie RVT die de federale overheid haar toekende, zoals ik reeds heb toegelicht. Daar is geen discussie over. Daarboven legde de federale overheid de gemeenschappen en de gewesten, of onderhandelde de federale overheid met de gemeenschappen en de gewesten, een moratorium voor het aantal ROB-plaatsen. Dus inclusief RVT, maar de ROB-plaatsen en kort verblijf. Dit moratorium beoogt eveneens een federale budgetbeheersing op het niveau van het RISIF. Op 12 september 2011... werd dit moratorium met een zesde aanhangsel aan protocol 3 voor België met 1233 bijkomende plaatsen verhoogd, ROB-plaatsen verhoogd. Voor Vlaanderen betekende dit een verhoging van het moratorium tot 73.306 plaatsen. Dat zijn dus de ROB's en de ROB's die ondertussen een bijkomende RVT-statuut gekregen hebben. Dit moratorium loopt dus tot 31 december 2012. Op 1 januari 2012 zijn er in Vlaanderen 70.522 plaatsen erkend. Dus mag Vlaanderen haar capaciteit in zaken residentiële ouderenzorg tijdens de verdere looptijd van dit moratorium nog met 2.784 plaatsen laten toenemen, vooraleer het voor het federale moratorium zal bereikt zijn. De woordvoerder baseerde zich bij het formuleren van haar uitspraak misschien op het aantal voorafgaande vergunningen dat door Vlaanderen is toegekend. Vlaanderen heeft effectief, en dat is niet deze legislatuur, maar dat is in de voorbije periode ook gebeurd, heeft effectief bovenop het moratorium 17.890 voorafgaande vergunningen toegekend. En dat is nodig om de dynamiek in de sector van de residentiële ouderenzorg niet volledig stop te zetten. Er verloopt bovendien gemiddeld minstens 5 jaar tussen het verkrijgen van een voorafgaande vergunning en de exploitatie die kan starten na een erkenning. In het aanhangsel 6 van het derde protocol van september laatstleden werd verduidelijkt dat het moratorium geldt voor het aantal erkende plaatsen voor zover de gemeenschap en gewesten binnen hun regelgeving kunnen garanderen dat bij een groot aantal voorafgaande vergunningen het aantal erkenningen kan worden ingeperkt tot het in het moratorium vastgelegde cijfer. En gelet op de ruimte die voor Vlaanderen nog beschikbaar is binnen het moratorium, dus het moratorium loopt tot het einde van 2012 en er zijn dus nog 2.784 ROB-plaatsen beschikbaar, gelet op deze gegevens zal Vlaanderen dit engagement uiteraard respecteren. En dat betekent dat Vlaanderen, in tegenstelling tot wat in het krantenartikel vermeld wordt, deze bepalingen van het RVT en het ROB-moratorium respecteert. Dat zijn trouwens moratoria die overeenkomsten zijn met de deelstaten en dus
wij hebben en wij zullen dus die afspraken nakomen, uiteraard. Na het einde van het ROB-moratorium, dus na eind 2012, zal opnieuw een jaarlijkse verhoging van het moratorium nodig zijn. En dit gelet op de vergrijzing. De studie van het Federaal Kenniscentrum, een federale bron uit 2011, vermeldt een jaarlijkse noodzakelijke toename voor het Rijk, variërende tussen van 1800 tot 3000 woongeleden per jaar tot 2025. Dat is de beroepsaanmerking die men federaal gemaakt heeft. En dan de vragen naar hoe anticiperen op de situatie. De situatie is natuurlijk niet nieuw. In 2010 en 2011 heb ik, zelfs tijdens de moeilijke periode van de regeringsvorm op federaal vlak, in de schoot van de interimele conferentie Volksgezondheid deze problematiek reeds meermaals aangekaart. En ook de collega's van de andere gemeenschappen en gewesten bevoegd voor ouderenzorg onderschreven de nood aan bijkomende RVT-reconversies. En uiteraard betekent dat ook bijkomende nood aan ROB-bedden. Sinds het aantreden van de nieuwe federale regering heb ik bovendien reeds contact gehad met mevrouw Onklings, waarbij ik deze problematiek meermaals onder haar aandacht gebracht heb. Ik heb ook aangedrongen op het heropstarten van de werkzaamheden van de werkgroepen die de volgende interminale conferentie moeten voorbereiden, zodat deze dringende problematiek en ook andere vragen opnieuw ter discussie kunnen worden gebracht. Hierbij zal ik zeker de piste op tafel leggen om na te gaan of er binnen de RISIF-budgetten niet kan verschoven worden ten einde de prioritaire en dringende vraag van de sector een passend gevolg te kunnen geven. Ik wil toch nog eens benadrukken dat de financiering van de zorgkosten in de ouderenvoorzieningen momenteel nog federale materie is waarvoor federale budgetten moeten benut worden. De geplande staatshervorming zal hier in de nabije toekomst verandering inbrengen, maar dit is momenteel niet het geval. En de Vlaamse overheid kan onder de huidige wettelijke kader dan ook niet in de plaats treden van de federale overheid. En finaal, als ik dat dan nog mag doen, is dat natuurlijk een debat over de keuze in de zorg. En dat zijn keuzes die moeten gemaakt worden binnen het RISIF en binnen de federale bevoegdheden. Maar zoals gezegd, stand van zaken tot op vandaag en tot op het einde van het engagement dat in het moratorium ook door Vlaanderen is genomen, stelt er zich wat de toepassing en het respecteren van dat moratorium betreft naar de Vlaamse overheid geen probleem. Maar dat kan niet, dat staat niet in de weg dat de vergrijzing in onze samenleving zich doorzet en dat steeds nadrukkelijker de vraag naar adequate capaciteit en adequate financiering van de capaciteit voor zwaarzorgbedoelde senioren zich stelt. En dat is een debat dat inderdaad op dit moment een federaal keuzedebat is. Ik ben heel blij dat u heel dikwijls hebt gezegd, maak deel uit van overleg, maak deel uit van gemaakte afspraken. En dat was ook mijn eerste aanvoelen. Ik begreep totaal de commotie niet rond dit gegeven, omdat ik er ook altijd ben vanuit gegaan. Reconversie, programmatie enzovoort maakt deel uit van overleg tussen de gemeenschappen en het federale niveau binnen het beschikbare budget. En het zou onlogisch zijn dat Vlaanderen maar massaal toelating geeft voor ik weet niet hoeveel, hoe groot de nood ook is, let op, dat trek ik niet in twijfel. Maar het zou absurd zijn dat men als Vlaanderen zou zeggen, bouw maar een goede gang aan, zonder dat je daarover afspraken maakt met federaal van waar uiteindelijk het geld moet komen voor de exploitatie. Dus ik kan me niet inbeelden, meneer de minister, dat u die oefening zou gemaakt hebben. En dan begrijp ik niet, nogmaals, van waar al die commotie komt. En dan begrijp ik nog veel minder de reacties van onze commissievoorzitter en zijn taal die hij gebruikt. En als ik hier zijn site, de tekst die op zijn site staat, voor mij neem, daar staan toch heel wat zware uitspraken op. Laat me toch toe dat ik dat zo zeg. Als ik hier lees, door de onwil van het federale niveau dat instaat voor de financiering van het zorgaanbod, dreigen de nieuwe rust- en verzorgingsplaatsen echter onbetaalbaar te worden. Dus men gaat de mensen angst aanjagen voor zaken die voor mij, naar mijn aanvoelen vandaag me nog niet duidelijk zijn. Hè? En dan zegt u zegt er dan wel bij, dat federale niveau zou in antwoord op de Vlaamse verzuchting, en u zegt het eigenlijk zelf, hè, en in geval van voldoende budgettaire ruimte de nodige extra middelen vrijmaken voor de uitbating van de extra erkenning
van de kamers voor de zwaar zorgbehoevenden. Dus je zegt het eigenlijk zelf, maar toch blijft je zomaar iets een verhaal de wereld inspuien van alsof die mensen nu, even dat ze hun leven voorbij gedragen hebben, nu dat recht ontnomen worden vanuit het federale niveau en dat iedereen nu gaat geconfronteerd worden ofwel met faillissementen in de woonzorgcentra ofwel met een bijkomende extra bedrag op een factuur tussen de 20 en de 25, tussen de 25 en de 30 euro. U schrijft dat federaal minister Laurette Onkelings geen budget wil vrijmaken, staat niet alleen haaks op het Vlaamse beleid, ze ontkent daarmee ook de zorgnoden die met de vergrijzing gepaard gaan. Dat is onaanvaardbaar. Dixit Tom de Hane. Wat ik nu niet goed begrijp, collega de Hane, jullie zitten, ofwel zijn er vandaag twee CD&V-partijen, dat kan ook, hè? Een Vlaamse CD&V-partij en een federale CD&V-partij. Ik ga ervan uit, als wij zaken hebben, meneer de minister, die ons moeilijk liggen, dan bespreken we dat in onze fractie en op ons partijbestuur en dan kaarten we dat daar aan. Ja? Ja, dat is zo. Dat is zo. Ja, wel, dat is zo, mevrouw Dillen. Dat is zo. Jij hebt nog geen deel uitgemaakt van ons vergadering, dus u kan daar geen antwoord op geven. Ik maak er wel deel van uit. En ik zeg alleen dat ik niet begrijp als vandaag de CD&V een federale vicepremier heeft, die daaraan boven minister van Financiën is, die daaraan boven gewezen minister van Welzijn is, dan ga ik ervan uit, als u dat echt genegen bent en als u echt zegt, hier is een probleem, dan begrijp ik niet dat je dat niet aankaart op werkgroepen die nota bene vorige week hebben samengeweest om al deze zaken te bespreken en waar dat bij monden van CD&V met geen woord is over gerept. Dan moet u mij nu kunnen verklaren hoe dat je dit dan blijft allemaal zo vertellen. En twee, zou ik nog graag, en met nog een bijkomende vraag, meneer de minister, als Vlaanderen alle plaatsen heeft toegekend en niet meer dan dat, Dixit, uw uitspraak, uw antwoord van daarjuist, u zegt, we hebben elke plaats toegekend dat we mogen doen. Waarom is er dan vandaag zo'n probleem? Dan begrijp ik het niet. Hè? Er is een protocol dat nog langs met een addendum is verlengd voor 1 jaar tot eind 2012. Dat protocol zegt, hoeveel, als je dat allemaal samentelt, hoeveel ROB-plaatsen wij mogen toekennen en ook hoeveel RWT-statuten wij mogen toekennen. Vlaanderen blijft, wat de ROB-toekenningen betreft, binnen dat toegelaten moratorium. Maar het is ook juist, er zijn meer voorafgaande vergunningen toegekend dan dat moratorium. En dat is niks van deze legislatuur. Dat is historisch altijd zo geweest. En dat is gebeurd omdat Vlaanderen zegt, ja, als je dat wil in gebruik nemen, dan moet je 5-6 jaar vooruit kunnen denken. Je moet een dynamiek kunnen geven, enzovoort. Dus beschouwingen, maar resultaat in de kas van het RISIF zitten we 2700 ROB-plaatsen, ik heb ze genoemd, onder het toegelaten cijfer. Hè? Dus dat is ROB. Voor de RVT-statuten is het in die overeenkomsten zo dat er elk jaar een pakket vrijkomt. En dan wordt er in Vlaanderen overleg gepleegd met de sector. En gezegd, hoe gaan we, met welke criteria gaan we die bijkomende statuten verdelen? En de laatste jaren, maar ik denk dat dat vrij consequent is gebeurd, is altijd optie geweest, laat ons dat doen. Diegenen die kunnen bewijzen dat er patiënten, bewoners zijn die aan de profielen beantwoorden, gaan we zoveel mogelijk proberen en dat op een evenredige manier de financiering te geven die overeenstaat met de personeelsbehoefte die nodig is om die patiënten behoorlijk te kunnen verzorgen. En dat budget, die RVT-statuten, zijn allemaal toegekend. Hè? Dus daar is... Maar natuurlijk, nu probeer het anders te benaderen vanuit de zorgbehoeften, en dan citeer ik alleen nog maar de studie van het Federale Kenniscentrum zelf. De realiteit is natuurlijk dat die vergrijzing zich zeer sterk doorzet. Hè? En dat dus betekent dat je eigenlijk elk jaar een stuk van die ROB-capaciteit moet vergroten. En dat er elk jaar ook vragen komen om adequaat de financiering te krijgen voor het personeel dat nodig is om die zwaar zorgbehoevenden te kunnen financieren. Hè? Maar dat zijn vragen, maar dat zijn vragen die te maken hebben met de keuzes die men in de ziekteverzekering maakt. Wat willen wij terugbetalen en wat willen wij niet terugbetalen? Waar hebben wij budgettaire, laten wij het budget een open end? Hè? ROB is eigenlijk strikt genomen een open end, maar we hebben ons met de gemeenschappen elk jaar verbind om ons te houden aan bepaalde moratoria. Maar als dat moratorium afloopt, ja, dan is er een andere toestand wat dat betreft. Hè? Maar dat zijn vragen die men moet oplossen in het kader van het keuzedebat in de zorg. Hè? En wat ik alleen maar kan zeggen is, trouwens, u heeft mij daar zelf denk ik al herhaaldelijk op aangesproken, dat als wij niet een bepaald ritme kunnen volhouden van het creëren van bijkomende capaciteit, ROB, maar uiteraard ook voor zeer zwaar zorgbehoevenden, precies juist de categorie van de hoogste leeftijdsgroepen ook het snelst gaat groeien, hè, dan gaan wij een fenomeen krijgen van wachtlijsten en een probleem van toegankelijkheid van de residentiële ouderenzorg. En u heeft mij denk ik ook bij herhaling gezegd van, ja, maar jij moet u toch wat meer inzetten om te zorgen dat er meer dingen gerealiseerd worden op het terrein. Dat wil zeggen, meer capaciteit opengaat.
En we proberen dat te doen door die voorafgaande vergunningen te activeren, door ook ons investeringsritme op te drijven. Daar hebben we hier in de commissie ook al gesprek over gehad. En ik kan u nu zeggen, en dat is historisch, hè, er zijn nog nooit zoveel bijkomende plaatsen opengegaan als vorig jaar, hè, ROB, hè, 1544. Hè. Dus onze inspanningen wat dat betreft zijn wel succesvol, maar natuurlijk kan ik niet in de plaats treden van degene die het groeipad in de vergrijzing, in de zorg, terugbetaling van de zorg moet bepalen. Dat is een federale bevoegdheid en ik heb mijn collega daarop aangesproken, maar dat is uiteindelijk de keuze die daar gemaakt wordt. De cijfers rond de vergrijzing maken duidelijk dat het aantal zware zorgbehoevenden alleen nog maar zal toenemen. En dus het lijkt mij normaal dat we de plaatsen die er dan zijn in de woonzorgcentra, dat we die ter beschikking stellen, of op zijn minst geen extra rem opstellen om die aan de zwaarst zorgbehoevenden te kunnen toewijzen. Uiteraard is hier ook intern al zeer veel overleg geweest. Hè. Maar ik zal u een geheim vertellen, mevrouw Van der Borcht. Wij hebben niet alles te zeggen in de federale regering. Als wij iets op tafel leggen, dan wordt dat niet automatisch gevolgd. En dus was het wel degelijk nodig om dit aan te kaarten. En ik hoop, zoals ik daar juist al gezegd heb, dat we de nodige creativiteit aan boord kunnen brengen. Ondanks het feit dat we moeten besparen, ook binnen de sociale zekerheid, dat we de juiste keuzes maken en dat we niet die zwaarst zorgbehoevende mensen op den duur meer gaan laten betalen. Want daar gaat het over. Het is de extra financiering voor de zorg die die mensen nodig hebben, die in het gedrang is. Je hebt juist nog eens gezegd dat de federale overheid vandaag heeft beslist om geen verlenging te doen van de verdere uitbreiding van de bijkomende plaatsen voor RVT-reconversie. Hè? Nogmaals, dan snap ik niet de commotie die er vandaag is, want al die mensen die vandaag in die ROB-bedden liggen, die ROB-gefinancierd worden, ja? En waarvan de woonzorgcentra, de directies, als ze met zichzelf eerlijk zijn en met hun bewoners eerlijk zijn, weten, dit is het budget dat wij vandaag hebben bij de opening van een woonzorgcentra. En wij hopen, zoals wij allemaal veel hopen en dromen hebben, hopen wij dat we en cours de route dit jaar, als er budgettaire ruimte is en er komt reconversiegeld vrij voor omzetting van ROB naar RVT, dan hopen wij dat wij chance hebben. Dan ga ik, als ik vandaag de loto invul, en dan hoop ik dat ik ook chance heb dat ik vanavond win. Zo redeneren die mensen ook. Laat ons hopen dat we chance hebben en dat we erbij zijn. Ja? Dus snap het nog altijd niet waarom dat jullie blijven beweren en roepen en schreeuwen van oei, faillissementen dreigen in de woonzorgcentra. Oei, ons bewoners gaan 25 tot 30 euro extra meer moeten betalen. Wil je dan nu alstublieft een keer heel duidelijk zeggen naar de buitenwereld toe waarom dat jullie dat zeggen en op basis van wat dat jullie dat zeggen? Dat die mensen een factuur gaan krijgen met een stijging van 25 tot 30 euro. Waarom? Want vandaag liggen ze in een ROB-bed dat vandaag gefinancierd wordt. Er is dus wel degelijk een probleem, ook in de bestaande ROB's, als daar zwaar zorgbehoevende mensen zitten. Want die mensen die hebben die zorg nodig. Hè? En iemand moet die factuur betalen. En als het niet vanuit het RISIF komt, wat normaal is, hè, want die hebben heel hun leven bijgedragen voor die zorgkosten, als die er ooit zijn. Hè, iemand moet die factuur betalen. En als dit niet vanuit het RISIF komt, dan moet u mij zeggen wie die factuur wel zal betalen. Wat verandert er? Niks, nee. Dus dat zijn dezelfde mensen die erin liggen. Ze hebben eenzelfde budget per 1 januari en per 31 december. Alleen hebben ze een hoop dat ze hebben gehad om extra middelen te krijgen. Krijgen ze niet. Maar dat verandert toch niks? Waarom moet die factuur niet plots gaan stijgen? Maar mevrouw Van der Borcht, het zijn dezelfde mensen die er op 31 december in liggen als op 1 januari, ja, ineens straks. Allee, ik kan u zeggen dat als die bijkomende financiering er niet komt, het beleid van die initiatiefnemers zal veranderen en dat zij O's en A's zullen opnemen. Mensen met minder zorgkosten, want daar krijgen ze dan wel een financiering voor. Dus op termijn is daar wel degelijk een probleem.